It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corinne en de Bezemboel. Want daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Het is vandaag alweer vrijdag 27 september en we leven exact om 3 uur. Ik moet nog met de meisjes uit, maar ik heb een hele slechte nacht gehad. Hoofdpijn, misselijk ervan. Rugpijn, kniepijn, je weet het wel. Ja, weer trappetje op, trappetje af geweest gisteren. En dan gaat het weer best heftig. En nou was het droog. Was. Dan regent het weer. Met de meisjes uit, zeg ik. Ja, dan gaat het weer regenen. Daar had ik niet om gevraagd. Nee. Even zien hoor. Oh, het is maar een heel klein miesje rotbuitje. Dan gaan we daarna lopen. Kijk, komt nog wel meer aan, maar ja. Ook moet ik nog weer de trap naar binnen halen, want ik moet wat veranderen. Niet voor mezelf hoor. Maar daar hangt meneer of mevrouw Spook voor me aan, met gezicht richting buiten. Ik vind het heel erg leuk hangen, spinnetjes aan het doek. Heel erg leuk. Maar ik moet hem omdraaien met gezicht naar binnen. Daar is er eentje bang. Ja. Maar een buurkindje is bang. Dus ja, ik moet hem omdraaien. Die gilde dat vanochtend vroeg dat het naar school moest. Gilde het uit. Ja, sorry, dit is bijna Halloween. Mag ik? Maar nee. Die is dus bang. Dus dan draaien we die maar even om. Maar het moet, dat kind moet toch even geduld hebben. Want dat moet het maar even niet kijken. Want die en die daar, die gaan bij mij wel voor. En dan moet ik buiten ook nog het een en het ander opruimen. En dat gaat ook voor. Ja. En ik wil toch het trappetje droog naar binnen zien te krijgen. En weer terug. Ja. Maar ja, het is wel eens hartstikke leuk. Kijk, daar heel Spooky hangen. En die hangt daar ook voor het raam. Daar een kleintje. En nou, de grote Spook ook een kleintje. Stikkertjes op het raam. Daar hangt die, die hing voor de vorige jaren altijd voor het keukenraam, maar daar heb ik het nou hier zo hangen. Ik heb ook al gedacht om de Spook hier te hangen, maar daar hangt dat al, hè? Bloedcafé om de hoek. Ja, dus ik weet niet hoor. Nee, dat doe ik gewoon niet. Nee, ik draai die Spook wel om. En dan deze kant op, ja. Dan moet hij maar aan deze kant hangen. Kan er ook niks aan doen. Ik heb hem ooit ook in die hoek gehad, maar dat vind ik niet leuk. Het behoort eigenlijk voor het raam. De mensen behoren te schrikken in principe. Maar ja, als een kind begint te schreeuwen, moord en brand, dat vind ik ook weer niet fijn. Nee. Dus voor het kind draai ik er wel om, maar het moet wel eraan leren wennen, vind ik, dat kind. Maar ja, wie ben ik? Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, het is hier slecht. Het zal bij jullie ook wel slecht weer wezen, ik weet het niet. Maar hier dus wel. Daar zeggen ze 15, daar zeggen ze 14. Kijk bij mij eventjes. 15, maar het voelt als 12. Dus het wordt steeds kouder en kouder. Ik heb ook de kachel even aangedaan, maar die gaat straks wel weer uit. Maar het was hier koud van het vochtgehalte en dat moet je dan even zien te verwijderen, ja. Dus als ik terugkom met de meiden, gaat die wel weer uit, want verder is het nog niet nodig. Nee, dat dus. Dus ja, we gaan er lekker vandoor en of het nog regent of niet, het boeit me niet. Zo'n klein buitje. Ja, ik word er amper nat van in de meiden, krijg ook geen regenjas aan. Nee hoor, vind ik zonde van al mijn werk.
Ja, toch. Even zien nog een keer. Ja, er komt gewoon straks nog een klein piekje aan. Nou, lekker belangrijk. Ja, toch. We gaan gewoon genieten. Van de harde wind. Er tegenin zien te lopen. Dan kom ik ook back af van thuis. Meestal. Vooral als het daar waait en hard waait. Nou, dan moet ik ook nog voor de meisjes het een en het ander opruimen. Want er ligt genoeg om weer op te ruimen. Hebben ze eventjes gisteravond al gedaan. Vanochtend vroeg. Nou, daarnet weer. Ja. Dus als ik ga lopen met ze, dan komt dat er niet meer uit. Meestal trouwens niet hoor. Want ze doen dat in meestal 9 van de 10 keer in de tuin. Het is zelden dat ze buitenhuis nog wat moeten doen. Dus ik kan dat opruimen wanneer mijn lichaam dat aan kan. Nou ja, het gaat nou wel. Ik moet het gewoon opruimen voordat er nog meer bagger weer komt. Want het wordt er zo zacht van mij. Ja, bah. En het regent nou ook weer even aan. Niet leuk, nee. Maar in ieder geval, daar zit er eentje zo lief. Ben je lief? Ja, hè? Ben je lief meisje? Ben je lief meisje? Ben je lief meisje dan? Ben jij een lief meisje dan? Ben jij een lief meisje? Ja? Is je lief? Is je Rijka lief? Jij? Rijka groot lief meisje, hier? Je bent een klein schooiertje, ja. Je bent een klein schooiertje, ja. Hé? Lekker ding. Maar daar heb ik nog een lekker ding, hè, Elwing? Dat rijmt ook nog, ding en wing, hè? Mijn elfenvleugeltje. Ja, echt waar. Ja, het is, nou, het is geloof ik ook alweer droog, want ik zie niks meer vallen. Maar, in ieder geval, ondanks dat het slecht weer is, wees zelf even het zonnetje in huis. En geniet van je eigen zonnestralen. En geniet ook van hetgeen wat je allemaal moet doen, of gaat doen, of wil doen, of weet ik veel wat. Bedenk maar wat. En een bakje koffie of een bakje thee gaat er ook altijd in. En ik zou zeggen, geniet ervan. En tot later. Doei! Ja, en van buiten ziet het er zo uit. Dus. En dat wordt straks anders. Ik kan er ook niks aan doen. Ik vind het leuk. Ja, Osje Porsie. Ja, nou, ik zit mijn haar nog, ik zie het niet eens, ik heb geen bril op. Nee, ik had er twee op, maar ik moet ze allebei droog maken. Het spoelde er net, zou er maar een klein heuveltje komen in? Nou, dat was geen klein heuveltje meer, nee. Oh, mijn neus die lekt, de meisjes die zijn nat. Oh ja, ja, echt. Ha, nou, daar zit nou een blauwe waas overheen, maar ik zie meer dan met druppeltjes. Hé, hé, natkoppie. Hé, natkoppie van me, helemaal natjes, hè. Jo, is die dikke, ja. En Elwing ook, hè. Ja, die heeft ook stekeltjes, hè. Ja, helemaal nat, hè. Helemaal nat geregend, ja. Nou, Spokkie moet maar even nog wachten. Ik kan er niks aan doen. Die doe ik straks al. Ja. Nou, jullie hebben het ook gezien hoe het buiten is aan die kant. Want dat heb ik even met mijn mobiel gefilmd. Dus ja, dat komt er allemaal bij. Ik ga mijn bril even in de keuken schoonpoetsen. Maar ik moet eerst mijn handdoek weer kwijt. En mijn neus snuiten, maar dat doe ik buiten jullie om. Dat hoeft allemaal niet in beeld of wat dan ook. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet lekker verder met je ding wat je doet. En blijf gewoon lachen. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Mafk. Maf. Maffe dames. Maar ja, nog hangt Spokkie zo.
naar de voorkant toe. Ik weet niet of jullie zijn gezicht zien, want ik zit met tegenlicht te werken. Kan ik ook niks aan doen. Maar in ieder geval, jullie zagen naar buiten. En ja, naar binnen toe vind ik het lang niet zo leuk. Nee, meer wie ben ik? Nee, hoort de buitenwereld toch te zien, niet ik. Maar, ik heb het wel leuk gedaan. Ja. Maar dat hij naar buiten keek, hing hij met die uiteinden van zijn zogenaamde handjes bovenop het randje van het raamkozijn, bij het kleine raampje. Ja, en dat kan nou niet. Nee. Hij wil naar buiten kijken, maar dat mag niet. Nee. Sneu. Maar ja, mijn koffiewater heeft gekookt. Dus ik ga een bakje koffie inschenken. Althans, water op de koffie. Laat ik het zo zeggen. Water op de koffie. Voilà. Ja. Die zijn gek. Die zijn boos. De vrouw, ja, je bent boos. Ja, je bent boos. Zo. Jo. Maar ik zal Karin bellen, want ik heb buiten ook de boel opgeruimd. Alles wat bruin was van kleur. Wat uit de twee hondendames vandaan kwam. Nee, we gaan nou niet weer naar buiten. Ik ben net droog. Oh nee. Heerlijk. Oh, gosje. Hé? Nee, we gaan niet weer naar... Moeten jullie nog weer naar buiten dan? Ik, er is niks hoor. Ik weet niet. Het begint ook weer te regenen. Dus kom maar. Kom maar gauw. Kom. Ja, vies. En rot weer. Maar ja, ik kreeg zelf om dat ik naar buiten vloog om dat op te ruimen. En dat was Karin. Ik dacht, ja, dag Karin, bekijk het maar even. Eerst het een, dan het ander. En dat was toen nog droog. Ja. En dus, maar, ja. Ik zou zeggen. Even goed zitten. Ik ga dus Karin bellen en daarna zie ik wel weer wat we doen gaan. Ik moet, Ik heb een wasmachine draai, ik heb een droge draai, maar er rekt nou allemaal geen fut meer in. Ik moet eigenlijk ook nog op de booster weg. Maar dat komt wel. Dat kan ook morgen nog, als ik het maar voor zondag gedaan heb. Maar ik ga nou eerst dat doen. Dus ja, dat is. En ik zou zeggen, geniet. Die is ook nog smerig. Moet ik ook schoonmaken. Mijn zonnebril. Maar dat komt wel. Ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Doei, doei! Ja, lieve vrienden, we gaan weer lopen. Want ik heb mijn jas ook alweer klaar gehangen. Want die had ik in de hal helemaal wijd uithangen over de kapstok heen. Omdat die nat was. En die is nou weer droog. Dus ja, dat dus. En we gaan weer lekker lopen met z'n drietjes. En dan, ik heb al een vlog van mezelf klaar. Of ik wat voor Karin moest doen, daar heb ik nog niet eens naar gekeken. Ik hoop van niet, want ik heb geen zin om vanavond wat te gaan doen aan een vlog in elkaar te zetten. Ik wil gewoon lekker eens een keer. Nou ja, zoals jullie zich aan bank hangen, ik hang dan in mijn stoel. Dus ik hoop van niet. Juist. Geef uw watermeterstand door, PWN. Ja, stoppie. Ja, dan moet ik dat, ja. Oh, daarom, dan weet ik wat ik moet doen. Oh, nee, dat komt wel goed. Dat komt morgen dan wel, want hij heeft daglicht ook. Het is daar donker, ik moet sowieso al bij schijnen. Maar dan weet ik welke meter ik nodig heb. Ja, dat is die. Ja, nou, dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Ja, ik heb mijn slimme meter uit laten schakelen. En de reden is, nou, de slimme meter, als je die hebt, die is niet zo slim.
Nee, dat is vele malen duurder. Ja, ik heb een kennis. En die was heel veel kwijt. Die heeft de slimme meter uit laten schakelen. En hij betaalt nou veel, vele malen minder. Dan heb ik nog een vriendin, een hele goede, lieve vriendin. Die heeft hem ook laten uitschakelen. En die is ook vele malen minder kwijt. Ja, hoe dan? Hoe is ook dan een slimme meter? Je bent vele malen meer kwijt. Dus ja, dat dus. Maar dat komt wel goed, PWN, watermeterstand. Nou ja, momenteel met Karen haar was, zal dat wel weer een beetje hoog wezen. Want ik ben babywas aan het wassen. Dus ja, dat is natuurlijk ook, denk ik, duur. Maar ja, ik heb wel de wasmachine op, hoe heet dat? Die stand. Economisch staan. Dus misschien dat meevalt. Ja. Maar in ieder geval, komt wel goed verder allemaal. En dan maar eventjes wat meer betalen, want dat heb ik ook al voor mijn meisje, voor mijn dochter en voor mijn kleinkind natuurlijk, die nog komen moet. Ja, maar oké, ik heb het koud en ik kan het niet warm krijgen. Dus het wordt vanavond een feest aan, deken lekker om mij heen en wie weet, ja, dat ik er dan wel warm word. Maar komt helemaal goed. En anders gaat ik. Ik heb hier nog een mini-kachel, gaat die eventjes aan. Maar ja, we zitten alweer eind september. Hè. We gaan wel binnenkort oktober in. Even zien. Het is nou de 27e. 27. En we hebben maar 30 dagen in september. En dus nog 1, 2, 3 dagen. Dan zitten we alweer in oktober. Dus mag wel eens, hè, dat je de kachel aan moet hebben. Dus ja, vooral wanneer de zon niet komt, dan blijft het ook kouder in je huis. Dus, maar in ieder geval. Ik zou zeggen, geniet ze en smakelijk eten, bon appétit. En een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En tot later. Doei! Zo, lieve vrienden, wij komen jullie wel terug te wensen. Ja, want dan gaan we in een bedje toe zo meteen. Ik neem eerst nog even een glaasje drinken en dan is het naar bedje toe, want ook ik ben moe. En de meisjes ook, die liggen ook meer te snurken dan wat anders. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal gezond uit je bed zien te komen. En het is morgen zaterdag, dus geniet van die dag en maak er wat leuks van met elkaar of in je uppie, zie maar, ik weet niet met hoeveel jullie zijn, maar in ieder geval geniet. En ja, jullie weten het allemaal, God die houdt over ons gewoon allemaal weer de wacht en daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!